super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video en ook een nieuwe aflevering van Het Interieur van. Vandaag hebben we Christina! Hallo en welkom! Op vele aanvragen is ben dat ik... zo? Ja, echt oprecht. Ik kreeg iemand DM van, ga naar Christina. Ik zeg, oké, vooruit. Oh, hilarisch. Dus vandaar dat we nu hier zijn. Dit is de tweede keer dat ik hier bij jou in Groningen ben. Oh ja? Ja, het is de tweede. Welkom. Fijn dat je er bent. Ja. Thanks voor de uitnodiging. Nee, ik vind zelf jouw woonkamer echt fucking leuk. Oké, bedankt. Ja, ik weet niet hoe jij er zelf over denkt. Nee, wat ik ook tegen je zei, weet je, ik zie het elke dag, hele dag. Dus voor mij is het zo van... heel normaal. Ja, maar dat snap ik heel goed. Dat heb ik ook met mijn eigen woning en kamer. Ja. Andere mensen vinden het vaak boeiender dan ik zelf. Ja, dat is altijd zo. Maar daarom vond ik het wel leuk. Want ja, de kijkers vinden het boeiend. Ik vind het boeiend. En misschien krijg ik er ook nog wel inspiratie van. Meid. Ik heb een aantal vragen voorbereid. Oké, vertel. Die kan je gaan stellen. En spannend. Dan komen we er vanzelf wel achter wat je erover te melden hebt. Oké. Ja, interieur is ook niet echt mijn sterkste vak trouwens. Echt niet? Dus ik hoop dat ik wel een beetje... Nee, het is niet zeg maar een quizvraag. Het gaat meer recht over jezelf. Nee, maar wat de kleuren deed, daar ben ik ook niet echt goed in. Oké. Ja, even in het kort, voor de mensen die jou nog niet kennen, waar kunnen ze je van kennen? Nee, net als jij heb ik natuurlijk ook een YouTube kanaal. Ik maak video's over beauty, make-up tutorials, vlogs, shoplogs, mukbangs. Je bent echt van alle markten thuis. Ja, ik doe gewoon alles wat ik leuk vind, daar maak ik gewoon video's over. Op Instagram ook leuke fotootjes, filtertje eroverheen en... Duidelijk. Nee, maar ik denk dat de meeste mensen je wel kennen, maar je weet het maar nooit natuurlijk. Denk ze van, wie is die chick? Oh. Ja, tuurlijk. Maar dat denk ik wel. Hoe zou je eigen interieurstijl omschrijven? Ja, dat is een hele lastige, hè? Ik zou zeggen, IKEA-catalogus. Oh! En wat komt er dan allemaal van de IKEA? Alles. 85% wat je hier ziet, komt van de IKEA. Oké. Nou, zo ongeveer. Hmm. Nou, oké, misschien iets minder. Maar in ieder geval, heel veel komt van de IKEA. Maar dat is goed. Ik ben er blij mee. En wat is dan de reden waarom je zoveel dingen van de IKEA hebt? Ja, dat is een goeie. Ik weet eigenlijk niet. Ik vond IKEA eigenlijk altijd een hele leuke winkel. En dat is echt een grappig detail. Heeft weinig hiermee te maken. Maar vroeger... toen ik nog niet samen woonde met Alex, wij gingen sowieso al vaak naar de IKEA. God mag weten wat we daar aan het doen waren, want we hadden echt niks nodig. Maar we gingen zodanig vaak naar de IKEA dat mijn moeder dat als onze vaste date-night ging beschrijven. Oh, leuk! Heerlijk. Ja, dus toen was het van, oh, ga je er weer eens naar de IKEA? En wij zo, nou, ja, toevallig wel. Gewoon een beetje heerlijk rondlopen, kijken wat er allemaal is. Ja. Oh. Ja, nou leuk. Ja, precies. Maar ja. Ja, wat zijn nou echt typische elementen die in jouw woonkamer in dit geval terugkomen? Nou, wij vinden het heel erg leuk. Ik vind het heel erg leuk om dingen met groen en blaadjes en plantjes te hebben. Dus dat komt aardig vaak terug als je die kant op kijkt. En ook daar wat plantjes. Ik had ook plantjes in de slaapkamer, maar... die overleven het niet. Dus ik heb daar een nepkakkers nu. Dus daar is niet zoveel. Maar hier komt er echt dat groene en dat plantjesachtige wel terug. Dus misschien dat. Ja, nee, maar dat valt ook het meest op. Met de groene elementen. Ja. Tropisch. Toch wel op de een of andere manier. Tropisch. Ja, je zei het net al dat de meeste dingen van de IKEA komen. Maar waar haal je nog meer je interieurspullen? Nou, toen wij net gingen samenwonen, hebben we heel veel bij van die websites zoals Groupon gekeken. Mm-hmm. Dus daar kwamen bijvoorbeeld onze stoelen vandaan. Dus eigenlijk best wel voordelig. Jullie gingen echt voordelig interieur shoppen. Ja, want wij kwamen allebei van onze ouders. Dus wij hadden allebei ontzettend weinig spullen. Alles moest ingekocht en we wilden natuurlijk niet een fortuin aan kwijtraken. Dus we hebben heel veel bij dat soort websites gekeken. Echt van die voordeelwebsites. Dus daar komen wel een aantal dingen vandaan. De tafel hebben we dan bijvoorbeeld van Jysk. Volgens mij spreek ik het anders uit dan Jysk. Maar... volgens mij Jysk. Geen idee. Ik
heb het wel eens als Jusk uitgesproken en mensen zeiden van, ah, oh, zo spreek ik het niet uit. Dus ik weet het niet. Ik weet het ook niet. Ik spreek het ook hetzelfde uit. Maar deze tafel is echt helemaal af. Ik heb heel veel vlekken en dingen en het maakt niet uit. Het is gewoon nu een werktafel geworden. Niet meer zo'n mooie tafel zoals het was. Ik heb natuurlijk heel veel dingen van de Xenos. Mm-hmm. Maar ook van de blokker bijvoorbeeld wat accessoires. En dat was het. Gewoon voornamelijk de grote meubilair dingen. IKEA en dan de accessoires dingen van eigenlijk verschillende winkels. Ja, klopt. Ik zou zeggen dat echt de grote dingen zoals deze kast, de bank, ons bed, mijn kledingkast, kasten in de slaapkamer, allemaal IKEA. Helemaal toch? En ja, je bent niet een hele grote interieurfanaat, maar je doet het wel gewoon leuk. Heb je dan wel een interieur inspiratie? Of waar haal je eigenlijk inspiratie van? Nou, eigenlijk niet. Kijk, er waren een aantal dingen waarvan ik zeker wist wat ik wou. En dat was een zwarte leren bank en een ronde tafel. Mm-hmm. En eigenlijk daaromheen, we hebben natuurlijk ook gekeken naar wat hebben we al. En bijvoorbeeld deze kast, die hadden we al. Mm-hmm. Ik had er nog één van, dus die stond al in de slaapkamer. Mijn kledingkast stond er al. En toen was het van, oké, dat is wit. Onze tafel is dan toevallig wit. Laten we dan ook de rest een beetje wit doen. Mm. Dus zo ongeveer. En ik kan nu wel heel leuk zeggen, ja, ik heb eindeloos op Pinterest gekeken. Maar dat is eindstand niet zo. Ik heb echt in de winkel gekeken. Wat dat betreft ben ik heel erg realistisch hoe mooi en leuk ik het wil hebben. Ik weet wel dat die dingen veel kosten. Mm-hmm. En IKEA is natuurlijk wat voordeliger. En IKEA is natuurlijk super slim en die speelt er heel goed op in. Dus als je mm-hmm. eenmaal zo'n kast hebt, dan kan je er ook een grotere variant van kopen. En een dubbele, en een smallere, en een kleinere. En je kan er alles heel mee cool, doen. Ja. Dus toen was het van, nou, kopen we dat allemaal. Ja, makkelijk. Ja. Dus ik ben niet echt geïnspireerd door iemand. Het is meer van, ik ben heel praktisch. Ik let op de prijs. En ik kijk wel dat het een beetje dezelfde kleuren zijn. Ja, en dan zeg maar met de accessoires. Dat is meer van als je iets leuks tegenkomt. Dat is echt iets leuks, ja. Oh, dat vind ik leuk dat ook in mijn huis. Dat is precies, zo, precies, ja. Oh, wat grappig, 9 van de 10 keer hoor jij en dan zeg, oh, jij hebt het op Pinterest gezien, weet je. Ja, zo ben ik echt niet. Ik ben heerlijk. Ik ben echt heel praktisch en niet zoveel. Ja, ik wil gewoon niet zoveel uitgeven. Zoals onze bank, die hebben we van de Koopjeshoek bij de IKEA. En we hebben deze bank al 2 keer gekocht bij de Koopjeshoek. Want we hebben een kleinere variant gehad. Toen was het van, we willen eigenlijk een grotere variant kopen. Maar, weet je, zo was het ook een beetje weggevaagd. En toen waren we weer bij de Koopjeshoek. En toen was de bank grotere variant. Maar hoe chill is het om in een koopjeshoek te kijken? Ik kijk er ook heel vaak. Maar ik heb heel vaak het idee dat daar de spullen staan die er net niet allemaal zijn. Nou, het was prima. We hebben echt onderzoek gedaan. Er waren wel, deze banken. Of tenminste, ik heb er natuurlijk ingekocht. Maar er stonden toen, wij keken, wel 6 van die banken. Oh, wow. Ze kwamen, zeg maar, van de klantenservice. Mm. Dus als je was aan het wachten totdat je aan de beurt was, zat je op deze banken. Ze stonden daar ook niet zo lang. En ze zagen er allemaal goed uit. Ik koos natuurlijk degene die het beste eruit zag. En er stonden wel wat, ja, er zaten wel wat vlekjes op. En ik had volgens mij een nat doekje bij mij. Dus ik had even zo geprobeerd van, is het echt diep, diep, diep? Of kan ik het weghalen? En het weghalen. Dat kon ik allemaal weghalen. Dus we hebben de bank super grondig gereinigd. Echt, ik weet niet hoe vaak. Met allemaal dingen en crampjes die speciaal bedoeld zijn voor de banken. En weet ik wat allemaal. Dus nu hebben we best wel een schone bank voor echt een heel stuk minder geld. Vet chill. Dat is ook gelijk een goede tip. Want ik wilde eigenlijk vragen, heb je goede tips, interieurtips of zo? Maar ja, Koopjeshoek. Ja, van Koopjeshoek. Echt, absoluut. Welkom. Dit is de woonkamer gedeelte. Heerlijk. Nee, maar dit is wel denk ik mijn favoriete gedeelte van het huis. Want ik vind het hoekje gewoon heel erg gezellig met de bank en de kussens en dit allemaal. Want trouwens, je vroeg me om inspiratie en volgens mij ben ik 1 keer geïnspireerd door Pinterest. Of nee, het was misschien zelfs een serie. Hmm. Ik zag dat iemand dus een soort plankje achter de bank had. Ik had het even moeten afstoffen, sorry jongens. Heb ik je niet ziet gedaan. Het niet. Je ziet het niet. Maar toen
had hij een soort van een kastje achter de bank. En ik dacht, weet je wat, ik wil dit ook. En ik wil ook leuke dingen erop. We hebben kerstverlichting erbij. Het hele jaar door is gewoon gezelligheid. Dus dat is dit hoekje ongeveer. Deze ananas vind ik heel leuk. Heb ik in Duitsland gekocht. En we hebben zeg maar wel wat je terugkomt. Of wat je steeds terug ziet zijn gouden details. Dus dat is een beetje onbewust en een beetje bewust gedaan. Dit vind ik gewoon heel erg leuk. Mijn mooie bank waar ik heel erg blij mee ben. En de tafeltjes komen ook van de IKEA. Net als deze schaal hier. Ja, wat niet. En zeg maar hier achter de bank is er een ruimte waarbij heel veel troep staat. En dat is zeg maar zo'n ruimte die ik nooit laat zien. Heerlijk. En dan heb ik hier nog een kast met wat voorraaddingen, kaarsen, maar ook administratie. En dan heb ik hier mijn balkon. En deze kant vind ik ook heel erg leuk. En ik ben gewoon heel erg blij met het fotomuurtje. Want ik wilde altijd een fotomuur in mijn huis. Ik wist nooit hoe ik het wilde hebben. En toen had ik dit allemaal bij elkaar. Het was letterlijk, eerst was het 3 foto's. Toen kwam er een 4de, 5de. En nu is het het hele muurtje. En het is nu helemaal af. En ik ben er gewoon echt een hele grote fan van. Ik vind het super mooi en heel gezellig. Dus dit hoekje vind ik heel erg leuk. En dan heb ik ook een letterboard. Die heb ik van Rebecca gekregen. Home is where your buik doesn't have to be ingehouden. Top! Dit is mijn leven op een bordje, zeg maar. Dus die vind ik gewoon heel erg leuk. Die is hier. En wat ditjes en datjes. Dit verandert best wel vaak. En even kijken. Wat ik graag wilde hebben was een kast die doorliep in een soort tv-kast. Nou jongens, IKEA is the place om dat soort dingen te doen. Hier stond eerst een andere kast, maar ik heb natuurlijk een webshop. Een kleine shout-out naar mezelf. Fashion Flavor, link Fashion in de beschrijving. Kom nu je winterkleding. En ik heb natuurlijk heel veel ruimte nodig. Dus deze kast was er ideaal voor. Ik heb er nu mandjes in gedaan. Het ziet er heel georganiseerd uit. Nee, ik ben er ook echt heel erg blij mee. En het is gewoon ook wel opgeruimd. Zo op deze manier zie je het niet echt meer. En dat was eigenlijk precies de bedoeling. En dan gaan we terug naar deze kant. Zeg maar, als ik film, dan zie je zo mijn bank. Even weer terug. Ja, dan ja. Zie je zeg maar een beetje dan, dit. Ja, dan zie je ja, precies. Dus je ziet deze lamp altijd. Naar mijn weten weet iedereen dat deze lamp van de IKEA is. En anders kan je wel een soort vermoeden hebben dat het van de IKEA is. Want alles is van de IKEA. Maar ook dit is van de IKEA. Ja, als ik mijn stijl zou omschrijven. Ja, nu komt het hoor. Ik hou niet van oude troep. Sommige mensen vinden vintage geweldig. Ik vind het afschuwelijk. Ik vind het echt vreselijk. Sommige mensen vinden de jaren 30 woningen met van die mooie dingen. Ik ben ook haat modern. Het. Ja. Ik wil gewoon alles strak. Het moet vierkant. Weet je, een systeemplafond. Boeien. Maar ik wil niet zo'n oud ding. Ik snap wat je bedoelt. Ik snap ook waarom je dat verschrikkelijk kan vinden. Ja. En je bent gewoon strak en modern. Inderdaad, een IKEA-catalogen. Precies. Ja, nee, dat is... Welkom bij de IKEA. IKEA sponsor ons. Maar ook echt. Ja, nee, het is echt heel leuk. Maar toen ik ook vriendinnen had uit Litouwen, die kwamen hier binnen en die zeiden van, het is echt alsof ik in een IKEA-kamer sta. En ik denk van, ja, dat is precies hoe ik ja, als voel. Je ook alle persoonlijke dingen weg zou doen. Ja, dan is het echt dan een is IKEA... Het... Ja. Huisje. Maar boeien, het komt ook allemaal daar vandaan. Heb jij een favoriete item wat hier in jouw woonkamer staat? Een meubilair of accessoires? Oh, daar komt het. Ja, ik heb er eigenlijk, ik denk meerdere, maar mijn nummer 1. Ik kan hem er even bij pakken. Zal ik ja, dat doen? Doe dat. Ik wist het al. Ik wist het al. Ik heb hier een foto. Deze, wacht. Hij weerspiegelt nu natuurlijk zo ja, niet. Ja, zo zie je hem. Dus dit is een foto. Komt niet van Pinterest. Komt niet van Pinterest. Ik ga er een verhaaltje over vertellen. Ja, dat vind ik leuk. Dus dit, zeg maar toen wij 5 jaar bij elkaar waren, waren wij, dat was trouwens afgelopen januari, waren wij in Schotland. En we waren bij onze vrienden, mijn beste vriendin en haar vriend, die is fotograaf. En hij houdt heel erg van nachtfotografie. Dus toen hadden we gevraagd om zo'n mooie foto, want dat hadden ze ook met zo'n sterrenhemel en dit en dat. En wij vonden het heel erg leuk. En toen hebben we dus een nachtfotoshoot gehad. Deze foto is dan ook echt huge. Echt. Het is niet gefotoshopt. Natuurlijk, uiteindelijk zijn de kleuren wat veranderd, maar... Dit was het. Mm-hmm. Dit was de sterrenhemel. Dit is natuurlijk de Milky Way.
En die hebben we ook gezien, maar niet op deze plek. Dat is zeg maar het enige. Dat was dus wij hadden een foto bij de Milky Way. Alleen later zag ik dus deze bomen. En ik vond die bomen zo mooi. Dat ik zei van, kunnen we daar een foto maken? En dat is precies wat we hier hebben gedaan. En hij heeft dus de sterrenhemel die hier zat, die heeft hij vervangen door de Milky Way. Maar het was van dezelfde nacht. Ja, dat was zeg maar 2 foto's. In één. Ja. En wat ik ook zo leuk vind, is zeg maar, nachtfotografie is zoiets bijzonders. Daar vind ik deze foto ook zo mooi. Voorzichtig! Okay. Hier zie je bijvoorbeeld ons zo hand in hand staan. Maar je ziet ook dat het hier verlicht is. Dat zie vind dat? Ik ook heel mooi, ja. En dat is zo bijzonder dat het kan. Want nachtfotografie, je zet de camera... Zeg maar, de camera duurt ongeveer 30 seconden voordat die foto gemaakt kan worden. Dus je moet 30 seconden stil blijven staan. Die fotograaf, die stond op dat moment voor ons met een flits. Mm-hmm. Dus op het moment dat de camera aanging, heeft hij geflitst. De camera neemt dan al het licht wat hij binnenkrijgt. En hij is weggelopen. En je ziet dat niet. Heerlijk. En dat vind ik zo bijzonder. Er zit gewoon een heel verhaal achter. Dat vind ik heel erg mooi. Dat is een heel verhaal achter. Dit was ook echt een cadeau. Want hij is natuurlijk fotograaf en hij kwam hier bij mij thuis. En hij zei, waarom heb je zoveel foto's aan de muur? En geen enkele foto is van jou. Hij kan daar niet tegen als fotograaf zijnde. Mm. En ik denk, ja, mooie plaatjes, boeien. dus hij heeft deze foto uitgeprint en uit Schotland naar ons toegestuurd. Zodat ik het op mijn muur kon hangen. Ik vind hem ook echt prachtig. En ik wist het al van jou, maar jullie natuurlijk niet. Ja, klopt. Nee, echt. Ik ben er gewoon heel blij mee. Ik hang hem terug. Ja. Nou, wat vond jij ervan? Ja, ik vond het gezellig. Ik kan uiteindelijk toch nog best wel veel over vertellen. Ik was oprecht bang dat ik zou zeggen, dus IKEA, het hele huis IKEA en that's it. Maar het valt reuze mee. Je hebt dingen met een verhaal erachter, je hebt andere elementen. Ja. Ik vond het heel erg leuk. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden en dat jullie misschien wel wat inspiratie van hebben gekregen. En laat me vooral weten of jij weer een koopjeshoekpersoon bent of gewoon normaal in de winkel shopt. Ja, of ja, inderdaad, vind je dat boeiend? Ja. Vind je de prijs boeiend als je voor je interieur shopt? Ja, precies. Een hele goede vraag. Nou, check vooral Chris haar kanaal. Linkje staat in de beschrijving. Doe een duimpje omhoog en abonneer. En hopelijk tot de volgende keer. Doei!